Mooi complex. Dit is de VVC Wolde. Heel veel jeugd. En die hebben door de hele club heen ook een speciale aanpak van de training. Maar levert het op? Presteren ze ook? Daar gaat het om. Ja, dat weet ik niet. Nee, het gaat om plezier. Nee, het gaat... Kijk, je kan met plezier presteren of presteren met plezier. Laat die nog één keer horen? Met plezier presteren of presteren met plezier. Nee. Als jij wat minder plezier had gemaakt in je jeugd, had jij een veel betere voetballer geweest. Ik was een hele goede voetballer. Ik heb heel hoog gespeeld. Heel hoog gespeeld? Ja, tweede klasse, derde. Vierde klasse. Als jij wat meer op je beweging buitenom had getraind, had jij een aardige rechtsbuiten kunnen worden, hoor. Rechtsbuiten was ik op meerdere plekken goed inzetbaar. Ja, als er een basisspeler uit moest, mocht jij de laatste 5 minuten inderdaad overal inzetbaar zijn. Toch? Nee, jij hebt de top gehaald. Nou, net niet. Nee, maar netto is net niet hetzelfde als helemaal niet. Ben jij toch een gefrustreerd mannetje? Ja. Ik heb tenminste wel gepresteerd. Maar met plezier? Gaat het toch om? Ga even kijken of ze gaan presteren. Met plezier presteren. Scoutman is -3. It must be love, love, love. It must be love, love. Ik heb, de spelletjes klaargezet binnen. Spelletjes? Spelletjes. Ja, het is veel te koud nu, man. Laten we lekker met je kinderen binnen gaan zitten. Gert, gaat de trainer altijd door? Want het is nu bijvoorbeeld... Het voordeel van het kunstgras, hè? Ja, de kunstgras. Het gras is goed, maar het is zo koud. Ja. Koud. Ja, je kan eigenlijk nu niet... De voetballer heeft het nooit koud. Nou, je kan je op kou kun je kleden. Ja. Regen wordt dat vind ik zelf vervelend, maar die kinderen hebben nergens last van. Nee, man. Nee. Het is niet een overweging nu om lekker te gaan sjoelen met z'n allen een sjoelcompetitie? Ik heb 2 trainingsjacks aan. Een ISO-shirt eronder. Daaronder nog korte mouwen en een hemdje. Ik heb een lange onderbroek en dubbele kousen. Ik denk dat ik het nog wel een half uurtje trek. Ja! Ja, jongens. Ja, ja. Ja, ja. 2-0 voor ons. Wat is jouw taak? Mijn taak is om het te coördineren. En natuurlijk aan het begin van het seizoen vrijwilligers zoeken. En samen met Roelof bereiden wij de trainingen voor. En de competitieleiding op zaterdag. Want deze jongetjes spelen dan niet in de KNVB-competitie. Maar in een eigen competitie. Het is geen competitie. En ja, die wordt helemaal door vrijwilligers neergezet. Terug! Oké, kom jongens. Komt jou naar. Dag Mark. Is het niet te koud om te spelen? Nee, vind je niet. Hebben jullie er lol in? Ja. Oké, dan gaan we gewoon puur plezier maken en dan gaan we eens even kijken of we dat prestatieteam weg kunnen tikken. Voor wie? Voor hun. Oké. Op welk niveau moeten ze kunnen presteren, zeg maar? Nou, wij hebben het niet over prestatieteams en niet-prestatieteams. We hebben het over selectie en niet-selectie. Je krijgt allemaal diezelfde training? Bij de F's krijg je allemaal dezelfde training. Ja, F1 en F2, we krijgen wel iets andere training. Wat is het moment dat je gaat selecteren? Nou, bij de F1 en F2... Dat vind ik heel goed. F's, dat is al heel vroeg, hoor. Het is wel vroeg, maar we noemen niet echt selectie, maar we proberen wel de betere kindjes bij elkaar te zetten, zodat elk individu aan zijn trekken komt. Eventjes zonder bal. Luister mannen, hier hebben we een vierkantje. De helft van de spelers gaat daarin en de andere gaat daarin. Als je getikt bent, ga je naar dat veldje. Hoe gaat het? Want ik begrijp er niks van. Ja, ik ook niet. Ik moet tikken en dan moet u daarheen. Ja. Oh, jij bent de tikker? Ja. Oké. En iedereen die jij tikt, die moet daarheen. Ja! 1, 2, 3! 4! Ja, allemaal! Yes, allemaal! Kijk nou! Tik! Lekker, hè? Tikkertjes spelen. Watervloed zijn er, jongens. Lekker, hè? Tikkertjes spelen. Ja, dat is voetbal. Ja. Hoe ziet een training eruit van de F'jes?
deze training, zoals deze bij de F-voetbalschool, beginnen met een partij. Altijd. Ja, partijtje. Altijd een partijtje. Lekker veel tikspelletjes. Daarna een oefeningetje. Dat kan inderdaad een tikspel zijn. Dat kan dribbelen drijven zijn. Dat kan curve oefeningetjes zijn. Hè. En daarna spelen ze weer partij. Oké, jongen. Allemaal warm geworden. Wezenlijk spel. Stoppen. We gaan een verstoppertje spelen, let op. Jullie hebben wel een speciale aanpak in de E en D in blokken, toch? Jullie... In de E-voetbalschool werken we in themaatjes. Ja. Jullie praten ook echt van vier weken. Ja. Je spelen met blokken? Nee, we spelen niet met blokken, maar we zetten de trainingen weg in blokken. Ja. Dus een blok van het thema dribbelen en drijven, afmaken op het doel, of hoe moet je dat zien? Bijvoorbeeld als we dribbelen en drijven, dan gaat het natuurlijk niet om het kunstje zelf. Maar we proberen voorwaarden te scheppen waardoor je kunt dribbelen drijven. Ja, natuurlijk! Jammer! Ziek! De meesten hebben het heel koud. Huh? De meesten hebben het heel koud. Ja, lekker spelen, kom op. Je wil graag winnen, toch? Altijd. Als je speelt. Nee. Vinden die ouders het ook belangrijk dat je wint? Nee. Niet? Nee. Maar jij toch wel? Ja. En de trainer, vindt hij het ook belangrijk dat jullie winnen? Een beetje. Leer je veel op trainen? Ja, een beetje. Een beetje. Wat heb je vandaag bijvoorbeeld geleerd? Veel overpasen. Veel overpasen? Naar een medespeler of ook naar de tegenstander? Naar de medespeler. Ah ja, dat is behoorlijk goed. Oké, kom op, met je spelen. Ja, dat is het eigenlijk. Het is zo simpel. Overpasen is naar een medespeler. Gert zegt nog zelf. Nee, dat begrijp ik. Als je plezier hebt, ja. Maar je wint niet... Dan is het niet dat meer plezier. Als je wint, heb je plezier. Dus dan presteer je met plezier. Ja, maar daar gaat het om. Ja! 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 Jongens! Wat vind je nou leuk aan voetballen? Dat je lekker hard kan trappen. Ja, en dat je kan winnen. En hoeveel staat het nu? Staan we voor? Nee. Staan we niet voor? Jawel. Je moet opletten. We zijn 2-1 voor. Oh. 2-1 voor! Juichen. Het is belangrijk dat je dit leert. Juichen! Yeah. Juichen als je wint! Juichen! Yeah. Kom op! Hop! Wat wil je liever? Een hele leuke wedstrijd of een slechte wedstrijd, maar dat je wint? Een hele leuke wedstrijd. Een hele leuke wedstrijd is beter dan een hele slechte wedstrijd en dan winnen. Presteren! Ja. Nou, ik denk dat wij het helemaal eens zijn. Heb je een beetje lol? Ja. Heb je plezier? Ja. Heb je zin in een lekkere chocolademelk? Ja. Met slagroom? Ja. Ja, jij bent mijn man, jongen. Jij bent echt mijn man. Ja, lekker spelen. Zo. Wat zit je nou te doen, man? Ja, hey, Fiek. Ja, die jongens die komen zo. Ik heb warme chocolade. De jongens zijn al lang weg. Ja, nee, die ik zijn ga. Toch. Die komen toch hierheen? Of? Ze zijn al lang thuis, man. Oh, wacht even, dan ga ik mee, hè? Ik kleed me heel even om en dan kom ik. Hey, wacht even, heel even op me. Hé, hey, schat, met mij. Ja, nou, nog steeds in Zeewolde, maar wil jij me even ophalen? Wat? Oh, je krijgt bezoek. Komt iemand eten. Oké, nou, dan moet ik even wachten, want de volgende bus die gaat over 3 kwartier. Dus dan ben ik om 11:30 thuis of zo. Wie komt er trouwens eten? Vigo?